een hele goede morgen allemaal, dames en heren. Op deze vrijdag 1 april. Nou, wij dachten allemaal dat het een 1 april grap zou zijn. Nou, moet je kijken. Sneeuw. Het is toch niet te doen? Nou, en daar zie je al dat het helemaal fout is gegaan bij de honden. Maar wat enorm leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Wat leuk, wat gezellig. Maar kijk eens. Nou, ik vind dit eigenlijk al een hele grap. Wat is het koud ook. Nou, mijn schoenen voelen alweer helemaal nat. Dus wij moeten gaan. Baf. Het is wel lekkere kwaliteit sneeuw. Het is lekkere kwaliteit sneeuw. Baf. Kijk, en hier hebben ze al. Dus eigenlijk proberen een sneeuwpop te maken. Want je ziet daar al een bal. Wat grappig. Ik word hier wel heel vrolijk van. Laat ik nou maar eerst even recht gaan fietsen. Want dat is ook altijd nog wel een opdracht. Oh jongens, wat erg. Dit is wel leuk, want het is de eerste keer sneeuw in mijn vlogs. Dus dat is ook natuurlijk wel even op de buurt. Ik had echt niet gedacht dat het zo heftig toch dan zou zijn. Ik dacht, oh, beetje sneeuw. Nou, je weet hoe Nederland is. Die zegt dat er 10 centimeter sneeuw komt. Uiteindelijk ligt er nog niet eens een halve centimeter. Maar het is nou wel echt heftig, vind ik. Het is gewoon zo gek, hè. Wij vinden het allemaal raar dat het natuurlijk zo in die lente is. Dat is ook wel heel raar. Daily JC. Nou, zodra ik gewoon deze baan volg, gaat het eigenlijk gewoon waanzinnig. Ja, en het smelt allemaal al zo snel natuurlijk. Dus dan krijg je weer zo'n natte bende. Kijk hoe leuk. Ik word helemaal hebberig van dat sneeuw. Ik ga niet sneeuwelf, want ik moet gewoon nog naar school en anders ben ik helemaal nat op school. Dat wil ik echt niet. Oh, maar ik heb zin om te sleeën. Het ziet er wel gezellig uit, die sferen. Vind je niet? Het sneeuwt ook gewoon nog door, jongens. Wat is dit? Kijk. Nou, ik vind het wel zo leuk dat ik wel even gewoon dit kan doen. Weet je wel, dit. En dan gewoon dit, zo. En eigenlijk even... 1, 2, 3. Oeh. Oeh, zo, dat knalde bijna op mijn hoofd. Auw. Oh ja, ik vind het helemaal enig dit, jongens. Ik wil eigenlijk een elf doen. Maar nee. Dat haar ook, ik leg in de palmboom. Volgende halte, Lekstop, Leidschendam, Voorburg. Deze halte is niet toegankelijk voor een rolstoel of scootmobiel. Excuus voor het ongemak. De volgende halte is Leidschendam Voorburg. Zo, inmiddels weer veilig op school aangekomen. Ik ben wel iets te laat, maar ja, wat verwacht je, weet je? Je moet toch met die sneeuw, ik vind het toch gevaarlijk hoor, met dat fietsen. Je moet er echt naar uitkijken. Ja, als jullie dit natuurlijk zien, is het al lang voorbij. Maar ja, weet je, je kan lelijk vallen. Dus elke bocht die ik neem, moet je gewoon rustig aandoen. En ja, je wilt natuurlijk ook even een leuke foto hebben. Oh ja, jullie zijn ook best wel te laat. Ja. Jij bent te laat. Ja, maar jij ook. Ja, maar waarom schiet jij niet op? Je bent gewoon lekker aan het vloggen en je hele moekbang aan het laten. Lieve schat, nee, ik ben mijn boeken aan het inpakken van vandaag. Oh, jij hele banaan. Gaat hij zeiken dat ik te laat ben, terwijl hij zelf ook al 10 minuten te laat is. Wat een grap, zeg. En ik liep ook echt zo een beetje. Ja, maar wij ook. Ik liep echt stapvoets. Ik ik ga niet vallen. Nee, ik ga niet vallen. Je moet klauwen. Ja. Anders gaat het helemaal niet goed. Je moet helemaal met je voeten grip doen. Ja. Nou, ik vind het wel weer even grappig. Ja, sneeuw. Ja, ja. Leuk. Leuk toch? Is toch grappig voor vandaag? Ja. Voor deze vrijdag 1 april. Heb jij nog een grap? Nee, joh, doe normaal. Ik heb geen grap hoor, voor jou. Nee, ik ook niet. Weer een nieuw NMS-journaal voor vandaag. Nee, wegens sneeuw in storm Oranje. Ik zag die comment. Ik heb dat nog zo goed. Jongens, wij hebben jullie comments onder het NMS-journaal. We hebben gelezen en alle tips en tops. Dus die gaan we meepakken in het volgende NMS-journaal. Maar ja, die... Ik wil het licht hier aan. Hier, denk ik. Oh, Laura. Ah! Nou, weer het glas eruit bijna. Ja, ik ben aan het bellen. Ik heb mijn portabele weer kwijt. Hou nou op met die hakken. Zit het echt niet in je zak? Nee. Nou. Maar de contact. Oei, oei. Is jouw pas, hè? Ja, ik wil hem wel terug. Oh.
Ja, Betty. Ik heb hem niet. Jawel. Nee, ik heb hem echt niet. Godsamme. Jezus. Hier, ik heb wel je pas. Eén april kikker in je bril. Gewoon niet waar. 1 april. We zagen gewoon dat je online was. Op WhatsApp. Dat was geen de gek. Nee. Ja, nou ja, veel mensen hadden het niet verwacht en dachten dat het een 1 april grap zou zijn. Maar ja, we werden toch wakker met... Door een hoog drukgriep. En corona steunpakket verstopt na 2 jaar officieel de deuren. Het kan zo min 2 tot 3. Tot zover, Willem. En ik vind het teleurstellend, dus ik stop. Dit was het laatste internationaal met Willemijn. Dankjewel, Willemijn. Ja. Oké, ik verwacht wel mijn vakantie uit. Dit was het internationaal met ons belangrijkste nieuws. 2 doden bij een 4e ongeluk. Tot morgen. Twee overledenen. Niet naar mijn stuurflaten. Via de nooduitgang hier. Tot zover Debbie. Je kan trekken. Kan die open? Twee overleden bij een auto-ongeluk in Den Helder op de A26. Er zijn 2 doden en die werden per ter plekke afgevoerd naar het ziekenhuis. Debbie Til praat ons bij. Benzine-expert in de Nederlanden. Ja. Nou, dat komt doordat de accijns van de benzine wordt afgehaald van het appartement in. En corona is heel sneller. 3 overledenen bij een vliegongeluk in China. Nee. En het corona steunpakket stopt na 2 jaar. Dit betekent geen geld voor jullie. Het is 1 april en er ligt sneeuw. Hoe zou dat nou kunnen komen? En verder nog 2 overledenen bij een verkeersongeluk in Den Helder. Door gladheid. En verder in het nieuws vandaag. De Amazone is in gevaar. Debbie praat ons bij. En coronasteun vervalt na 2 jaar. Dit is het NOS Journaal. Nou, het is weer 1 gezeik hoor. Dit gaat helemaal niet goed. Jullie kunnen dat NOS Journaal echt op je buik schrijven. Het is te lang. We zijn al 3 kwartier bezig. Jullie trouwens even een vlog tutorial voor jullie. Als jullie hem uit willen zetten, dan moet je eerst weer op dat rode knopje drukken en dan pas uit. Dat weet ik. Ja. Maar ja, voor als Laura, want jullie... Ja, want het is wel leuk. Het is wel leuk als zij af en toe dan de vlog overnemen, want ik heb natuurlijk niks te zeggen, maar zij misschien wel. Ja, precies. Hij staat nu al zo diagonaal. Kijk, en 110. Ja, ik mee. En actie. 2 overledenen bij een heftig verkeersongeluk in Den Helder op de A26. Dit komt door gladheid en sneeuw. Willemijn praat ons straks bij en doet daar ook gelijk het weer. We zijn het alweer zo zacht en daar zit ik opeens weer met Engelse papieren in mijn handen. Verkeerde lift hebben we weer. Nou, gaan we nu naar de 10e verdieping? Ik weet het niet waar we naartoe gaan. Oh, naar 0. Nou, dan mag er weer 2. Naar 0. Nee, maar dan gaan we met de roltrap. Niet meer omhoog. Wat zeg je? Ik ben het zo zat weer. Wij hebben een gruwelijke ontdekking gedaan. Wouter, te laat het zien. Oh, mijn god. Ja, let op, wij waren hier klaar gewoon om te filmen. En ik kijk zo en ik zie hier een paneel en ik denk... Daar staat bediening licht. Nou ja. Doe alles eens uit. Zie je? En 3, 2, 1. Pep. Ja! We gaan starten. Iets te drinken aanbieden. Ja, ik zou graag eigenlijk wel een lekker colaatje willen. Typ het in. Een colaatje, komt eraan. Ja, moet ik niet pinnen? Ja, pinnen hier graag. Oh. Wordt 360. Oké, dankjewel. Dus hier is de cola. Nou, we zijn het zo zat. Het lukt steeds niet. En de tijd is al voorbij. Dus voor jullie geen NOS vandaag. Nou ja, we stoppen ermee, want ja. Zakken en lopen gewoon.
Nou precies, die omschrijving, die schreeuw van Laura is dus wat wij voelen nu. Nou, dat NOS-journaal, dat gaat... Meer. Dat, ik ben er klaar mee. Ik neem ontslag, echt waar. Ja. Ik word geen eens betaald hiervoor. Nee, het is gewoon die dagelijks. Nou, daar ben ik ook klaar mee. Ja, nou ja, het is dus gewoon klaar, want het lukt vandaag gewoon niet. Nee, ja, dat het is kan. Onze dag en we zijn al 2,5 uur bezig of zo. Ja. Nou, dit is dus hoe ze erbij liggen. Het lukt niet. Maar we kunnen het niet. We zitten ook dus, we zitten er al vreselijk te doen met haar. Oh, okay. Oeh. De plek waar iedereen staat is ook gewoon vreselijk. Ja. De locatie, het licht, het geluid, je hoort dan weer de stofzuiger op de achtergrond. Maar we willen wel even nog naar buiten na een uurtje les weer. Even ja, gelijk naar buiten. Gezucht. Ja. Nou jongens, dus hier is een kaarsje, het lekt hier helemaal door die lamp. Ik ga dat even aangeven, want dat is echt niet goed. Ja. Wij willen heel graag hier met de sneeuw spelen, maar onze pasjes werken niet. Wat is dit? Oh, Laura! Kom, Laura! Nee! Auw! Nou, nee! Auw! Kappen, nee! Nee! Auw! Auw! Nee! Ik vind het niet leuk! Ik wil naar haar! Auw! Ik heb een kogel op! Maar dit is ijs, hè? Ja, je moet wel raak gooien, Pinocchio. Ah, auw! Ja, maar het is ijs. Oh nee. Oh. 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 Auw! Nee, 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 nee. Nee, nee. Oh, cool! Nee! 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 Jij vervelend. Vervelend. Nou, gewoon weer geschiedenis nu. Normale kost. Oh, die hassen. Bijkomen, even mijn haar fixen. Ja. Het sneeuw loopt uit je trui gewoon. Helemaal nat. Kijk, dames en heren. Hier zie je nog een beetje sneeuw op de daken. Weet je, dat is echt wel even leuk om nog even te laten zien. Nou, en dan loop je even naar de stad. En je ziet geen sneeuw meer. Dat sneeuw is echt opeens allemaal verdwenen, joh. Alsof er helemaal geen sneeuw is gevallen vandaag. Ook, dat is zo raar. Grappig. Nou, ik ben weer in de winkel, hoor jongens. In de bijenkorf. Even eens kijken of er misschien nieuwe dingetjes zijn. Die ik even kan meepikken. Nou, kijk. De sneeuw is zo goed als weg. Wat erg, ik wou nog eigenlijk even sleeën. Nou ja, laat maar weer. Vanmorgen kon ik hier niet eens fietsen. Nou is het helemaal weg. Zo, ik ben lekker thuisgekomen en ik zit even de vlog van Lien te kijken. Ook hartstikke leuk altijd, elke vrijdag. En ja, ik ga straks denk ik even naar Nadine. Nadine is een beetje ziek, dus we kunnen niet echt iets leuks doen. Althans, je weet het nooit. Maar ze had een beetje, ze was een beetje ziekig, dus geen coronie. Maar ik ga wel even naar haar toe, vind ik even leuk. Even gezelschap. Dus ja, en verder lekker aan het chillen hoor. Een beetje aan het bijkomen van de week. Het is altijd zo heftig. Die vrijdagavond is ook altijd even een moment van bezinning. Oei, ik zie daar nog echt lekker even een stukje sneeuw. Nou, ik loop nu even naar Nadine hoor. Achter het arme kind. Helemaal niet lekker. Jongens, we zitten nu Mama Mia te kijken. Dat is op net vijf leuk. Wat gezellig. Dit vind ik zo... Ik vind haar zo leuk met dat witte jasje. Ja, ik vind haar zo leuk, die Griet. Dan gaat ze kijken daarin. Ja, zodat die baby opzet. This is the voice of Holland. Yeah, 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 this is the voice of Holland. Of nee, toch niet? Thuiskomen met vijf.
niet leuk. Jaycee mist The Voice op de vrijdagavonden. Wanneer zou het weer op tv komen? Ja, misschien een paar jaar. Over een paar jaar? Anders niet. Nee. België gaan kijken. Ja, dan ga ik België kijken of Duitsland. Nee, ik geef het echt maximaal nog tot de zomer. Dan moet ik een voice. So, just one look in my Wow, wow. You can dance, you. Als ik zo spring om bij de spreekbevolking. Echt hè? Nadine, dit zijn wij gewoon. Ja. Huts, kom op. Ja, ik wil ook hier tussen dansen. Hey. Ah. Wij in de sloot. Ja, echt hè? Nou, hier gaat ze trouwen, dat kind. Op een ezel. Op een ezel wordt ze naar de top gebracht. Nou, Christy wou heel graag een giletje wat we toen ja, hadden. En die heb ik lekker. En voilà. Ja. Nou. Oui. Oui. Nou jongens, ik ben nu even wat planning aan het doen. Ananoushi, dat gaat zondag niet door. Ze had even iets wat er tussendoor moest. Dus dat gaat naar volgende week. En verder, ja, ik heb eigenlijk een heel saai weekend. Ik heb verder niks op de plan. Oh nee, in plaats van Ananoushi ga ik dan maar zondag naar mijn oma. Dus dat is wel leuk. Maar wat ik morgen ga doen, ik heb echt geen idee. Jongens, ik kan gewoon niet een dag niks doen. Ik moet elke dag iets doen. Anders vind ik het zo, dan gooi je dag zo weg. En dan, weet je, dan is het weer morgen. Ja, wat moet ik dan? Dan zit ik de hele zaterdag zit ik thuis niks te doen. Nou, ik vind dat, ja, ik kan dat niet. Ik moet elke dag eigenlijk iets doen. En je merkte dat ook toen ik corona had, hè, aan het begin van de vlogs. Rond vlog 5 of zo, weet ik veel. Ja, op een gegeven moment was dat thuis zitten zo zat. Dan moet je even naar buiten of zo. Dus ik ga morgen gezellig met Lien, ga ik, als zij zich beter, zij voelde zich ook niet zo goed. Dus als zij zich morgen goed voelt, dan geeft ze mij een groen seintje. Dan gaan we lekker iets eten in de avond. En dan ga ik 's middags naar haar toe ook. En dan gaan we 's avonds nog naar de bios. Dus dan hebben we toch nog een leuke dag. Anders was ik je hele zaterdag te verdoen eigenlijk. Te verdoezelen. Dat is ook niet leuk. Maar lieverds, ik ga slapen. Ik ben gebroken. Tot zover de vlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Het was een beetje een gekke dag, hè? Zo met die sneeuw. En nou ziet het er opeens weer zomers uit. Het is echt heel raar. Slaap lekker en ik zie jullie morgen weer. Tot dan!